Bravo! Bravo, jongens, bravo! Bravo. Hey, jongens, luister. Ik heb nodig de goedkeuring van jullie ouders en een geldig paspoort. Geldig, hè? Geldig dus. Ik wil geen verrassingen. Nee, nee, nee. Mooi. Wanneer gaan we? Oh, wacht even. Laat me even denken. Dat wordt morgen. Oké, okay, we verzamelen ons hier en dan gaan we met z'n allen naar het vliegveld, ja? En geen zorgen. Lucinda, ik moet je iets vertellen. Maxime heeft... Hou even! Hou je mond. Ik wil dit horen. Okay. Voor jou één. En voor jou ook. Dit gaan jullie doen in Spanje. Dit is het programma. Hoi, ik heb er een over. Oké, okay, we lezen het even door. Luister. Aankomst en vervoer naar het hotel. Uitrusten, vrijmiddag, diner. Dag 2, persmeeting, repeteren, lunch. Dag 3, repeteren, fans ontmoeten, repeteren, fans ontmoeten, repeteren, fans ontmoeten. Geweldig, hè? En? Wat is er? Wat kijken jullie? Waar blijft het enthousiasme? Wat is er? Luister goed. Jullie wonnen een van de belangrijkste wedstrijden in de geschiedenis van Jumix. Jullie zouden moeten staan juichen. Inderdaad, jongens. Maar Rotti heeft gelijk. We moeten blij zijn. We moeten blij zijn met deze kans. We vertegenwoordigen de studio. Dat is heel belangrijk. Ook al hebben we misschien een slechte dag en spelen er dingen, toch moeten we blij zijn. We mogen doen wat we het allerliefste doen en dat is dansen en zingen met passie en enthousiasme. Violet heeft gelijk. Zeker. We zullen alles geven op het podium. Het wordt een onvergetelijke reis. Maar jij gaat niet op reis, Violetta. Vind jij het normaal dat ik via internet moet horen dat jij morgen naar Spanje vertrekt? Nee, ik wist niet dat we... Oh, dat wist je niet? Dat wist je niet? Nou, Olga en Roberto wisten het wel. Zelfs zij wisten dat de winnaars van deze wedstrijd op reis zouden gaan naar Spanje. Hou op, pap. Er zijn andere mensen bij. En zij weten zoiets uit interesse in mij. Die hoeven zich niet te vermommen om bij me te zijn. Doe alsjeblieft niet zo dramatisch. Kom op, Violetta. Je haalt alles door elkaar. Ik haal niks door elkaar, pap. Ik zeg alleen dat ik het net weet. Het wordt me net verteld. Wat is er? Geloof je me niet? Tuurlijk geloof je me niet. Dat heb je nooit gedaan. Ik geloof je wel en ik vertrouw je tot je me dit soort dingen gaat uithalen. Als je me had vertrouwd, dan was dit nooit gebeurd. Dan had je je niet vermomd om me te bespioneren. Begin je weer, Violetta. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Houd toch op. Ik heb sorry gezegd. Ik heb mijn fouten erkend en sorry gezegd. En jij zou hetzelfde moeten doen. Je moet je fout toegeven en sorry zeggen. Dan zou je je volwassen gedragen. Maar je gedraagt je als een kind van 3, Violetta. Je kunt niet alleen op reis. Je gedraagt je niet volwassen zoals ik. Ik krijg een sick, een lange sick van jou. Herman, nee, maar Rotti, ik ben het zat. Mijn dochter gaat niet en zeker niet alleen. Kom op, papa, doe niet... Sorry. Ja. Goedenavond. Sorry dat ik stoor, maar ik moet met u praten. Nee. Ik moet met u praten. En wat doe jij hier? Ik wil niet met jullie praten. Ga weg. Uw dochter verdient dit niet, meneer. Deze reis is heel belangrijk voor haar. En ze heeft er hard voor gewerkt om die wedstrijd te winnen. U zou trots op haar moeten zijn en haar steunen. Luister, ik zit niet te wachten op jullie kritiek of op jullie wijze raad. Het is mijn dochter, ik ben haar vader en ik zorg wel voor haar. En jullie gaan onmiddellijk mijn huis uit. Ja, we gaan zo, maar die reis is echt heel belangrijk. U mag haar die niet ontzeggen. Eruit, nu, allebei. Denk erover. Weg, nu, meteen, kom op, eruit. Vervangster van Violetta. Er is helemaal geen vervangster nodig. Ik ga met jullie mee naar Spanje. Wat is er gebeurd? Ik heb met mijn vader gesproken en hij heeft zich bedacht, dus ik mag met jullie mee. Nee. Je kunt nu echt niet meer met iets anders aankomen. Ik ga nu in jouw plaats. Denk ook eens even aan mijn fans. Lucinda, hou je mond alsjeblieft. Ik ben blij dat hij van mening is veranderd. Dank u wel, ik ben zo blij. Nee, dit kun je nu echt niet maken. Goed, Violetta heeft de wedstrijd gewonnen. Dus zij mag mee, toch? Ik vind het erg voor je. Je verheugde je vast op Spanje. Het spijt me echt voor je. Oh ja, wat vind je het erg voor me? Je schijnheiligheid is bijna geloofwaardig. Goed, ik praat wel met haar. Kom aan, er is nog veel te doen. Vooruit. Absoluut. Kom. Ja. Heb je het al gezien? Wat? We zitten precies goed. Ik heb hier de kaarten. We zitten vlak bij het Prado Museum en bij het Reina Sofia. Dat wil ik graag zien, ook al ben ik er geweest toen ik hier nog woonde met mijn vader. Ja, snap ik. Als we tijd hebben, kunnen we erheen. Ja. Thank you.
Nee, mijn GPS doet het niet meer. Oh nee? Gebruik de mijne maar, die doet het wel. Hier. Kijk, we zijn heel dicht bij het Prado. Dat is die kant op. Ja, maar dan goed je luister. We komen van die kant. Francisca, we komen van die kant. Luister maar één keer naar mij. Kom met me mee. Francisca, je snapt er niks van. Wacht, wacht, stop. Eén vraag. Wie woont er in Madrid? Violetta of Francisca? Huh? Je hebt gelijk. Ja, ik snap al wat het probleem is. Dit is een kaart van een andere stad. Nee, Francisca, het probleem is dat jij de kaart zo vaak omdraait dat je er duizelig van wordt. Ik kan niet geloven dat we de jongens kwijt zijn. Goed, maar dat is dus wel zo. Als we gewoon doorlopen, vinden we misschien het hotel wel. Oké. Nee, we gaan eerst iets drinken. Neem je me de maling? Nee, ik heb dorst. Nee, Francisca, ik... Kom mee. Nee, ik ben moe, echt. Ga jij maar en pas op dat je niet verdwaalt. Verdwalen, ik. Violetta! Eindelijk heb ik je gevonden. Liam! Hey! Ja! Yes! Wat? Jij bent het! Jij ja, bent ik het, ben ja. het. Oh, ik ben zo blij dat ik je zie, Bio. Ja. Silva? Ja, kom maar. Diego, hallo. Oh, Frank, daar ben je, gelukkig. En hoe is het om te verdwalen in een stad die je goed kent? Dat is niet grappig. En lach me niet uit, want we liepen nog geen 5 meter, keken om en toen waren jullie al weg. Konden jullie ons niet even waarschuwen? Ja, waar hingen jullie uit? Het gaat erom dat we elkaar hebben gevonden, hè? En dat we nu de stad verder kunnen gaan verkennen. Ja, maar vanaf nu blijven we dus wel met z'n vieren bij elkaar, hè? Nee, alsjeblieft. Nee. Ik ga terug naar het hotel. Wat? Ik verzet echt geen stap. Leon gaat wel met je mee, toch? Maar hij wil de stad zien. Goed. We gaan naar het hotel. Ik ben ook moe. Oké. Je telefoon. Geef maar. Ja, alsjeblieft. Bedankt, Leon. Je weet niet hoe erg ik hem heb gemist. Want iemand, ik weet niet wie, maar iemand had haar mobiel in het hotel laten liggen. Je vader heeft gebeld. Heeft mijn vader gebeld? Mm-hmm. Ik mag toch hopen dat je niet hebt opgenomen, hè? Waarom niet? Dit kon dringend zijn. Of misschien wilde hij iets doorgeven. Waarom lach je, Francisca? Sorry. Nee, maar je hebt toch niet gezegd dat ik verdwaald was? Om nou te zeggen dat je verdwaald was, is misschien wat sterker uitgedrukt, maar... Diego! Maar ja. Diego! Je vader weet dat je bij mij bent en dat je dus niks kan overkomen. Heel goed. Zeg het maar. Ja? Zeker. Hoi, alles goed met jou? Ja, prima. Maar je staart de hele tijd naar je telefoon. Je keek niet eens naar hun. Is er iets? Lara, is er iets in Buenos Aires? Ik bedoel... Nee, er is niets. Oh, nee, oké. Is er een probleem met Lara? Want deze reis is best moeilijk voor haar, toch? Het idee dat wij hier steeds samen zijn, dat we hier samen dansen, samen lol hebben in Spanje. Voor haar moet dat lastig zijn. Weet ik niet. Want ik heb er niet veel meer gesproken. Oh, waarom niet? Omdat we niet meer samen zijn. Zijn jullie niet meer Violetta, samen? Violetta, Leon, aan het werk, vooruit. Ik hoor alleen...
geweldig. Jullie zijn geweldig. Complimenten voor jullie alle vier. Jullie verdienen een pauze. Bedankt, Antonio. Violetta, wat is er? Je ging midden in de repetitie zomaar ineens weg. Gaat het wel? Heb ik iets verkeerds gezegd? Of... Nee. Wat is er dan? Vertel me de waarheid, Leon. Waarom is het uit met Lara?